Vrienden, het is de allerhoogste tijd voor Harry's gevulde kip. Ja, met de feestdagen die eraan komen. Kijk, hier heb ik hem. Ha! Hey, wat zeggen we hiervan? Dit is een kip en niet zo zuinig ook. Het is lekker en die gaan we helemaal vullen. Maar we gaan beginnen met dit. Kijk dit even. Dat heb ik al gemaakt. Dat is gewoon een beetje boter. En dan doe je lekker wat kipkruiden in. En wat peper en zout. En daar smeer je lekker die kip mee in. Tijd voor een citroen. Ja, gaan we er een beetje lekker citroen overheen gooien. Kijk, waarom dat is weet ik ook niet. Maar het is lekker jongens. Dit is simpel, snel en smakelijk. En nu gaan we de vulling maken. Want het heet de gevulde kip. We beginnen met de vulling met 3 ons gehakt, vrienden. En dan gaan we lekker die gehakt rul maken. Ja, terwijl we bezig zijn met het rul maken, gaan er 150 gram spekreepjes bij. Hier. Maar dat niet alleen. Er gaan ook een paar lekkere gesneden uien in. En dan gaan er nog een paar tenen knoflook in. Ja. Kijk, jongens, dat wordt me een vulling. Wow. Ja, 10 minuten. 10 minuten heb ik het gewoon laten gaan. En ik heb er nog van alles bij gegooid. Nog een beetje rozemarijn, een beetje tijm, een beetje peper, een beetje zout. Gewoon lekker op smaak maken natuurlijk. En dan hebben we hier appel. 2 appels. En om het af te maken, een theelepel. Kaneel. En dat gaat ook weer even lekker door elkaar. En dat laat je ook weer 5 minuten staan. De vulling is helemaal super klaar. En nu gaat het dus het hol in van de kip. Let op, daar gaan we, hè. Hier. Hop. Die douwen we hier zo vrolijk het hol in van die kip. En dan gaan we gewoon 1 voor 1. Schepje voor schepje, hop, tot je helemaal vol is. En dan gaat hij de oven in. Ja, deze hebben we voorverwarmd, 225 graden. En daarna, als die kip erin gaat, dan gaat hij terug naar 175. En laten we 1,5 uur staan, die kip. Nou, en jongens, en dan heb je ook wat. Dan heb je Harry's gevulde kip. Simpel. Snel en ik zou zeggen smakelijk.